zie dat er zo weer een vraag binnenkomt die over de zorg gaat. Dus Esther, ik ga graag met jou door. Jij bent, wat ik al eerder zei, arts en epidemioloog bij het Trimbos Instituut. En je werkt aan het programma Tabak. En dat is een vrij breed programma. Ja. Maar een van die onderdelen daarvan is ervoor zorgen dat de sector zorg rookvrij wordt. Ja. Ik denk, waar ga je beginnen? Enorm groot. Dat is ook, wij ondersteunen daarin. Hè. De zorg is de partij die het zelf doet in al zijn brede facetten die daar zijn. En wij ondersteunen daarin. En de rest van het programma Tabak is ook heel erg groot. Maar daar zit onder andere bijvoorbeeld Ik Stop Nu onder. Hè. Dat staat op alle sigarettenpakjes waar je naartoe kunt als je hulp wilt hebben over bij stoppen met roken en waar je terechtkomt. En het gratis telefoonnummer zit daarbij. Maar wat we ook doen is bijvoorbeeld werken aan een rookvrije start. Dus dat kinderen heel dicht gelieerd aan de rookvrije generatie tijdens een rookvrije zwangerschap hebben, zal ik maar zeggen. En dan daarna rookvrij kunnen opgroeien. En we maken ook heel veel factsheets en rapporten over wat is de stand van zaken eigenlijk op het gebied van tabaksontmoediging. Stoppen met roken. Welke beleidsmaatregelen zijn effectief en welke niet. Dus het programma Tabak inderdaad is heel breed. En de rookvrije zorg is daar een onderdeeltje van. Maar bijvoorbeeld een factsheet. Wat kan ik dan lezen dat ik denk, oh jeetje. Nou, we hebben het over de e-sigaret gehad. Dus we hebben een hele dikke, dat was wel een vrij dikke factsheet. Dat was bij een boekwerk geworden, zullen we maar zeggen. Maar dat gaat dan toch niemand lezen? Er staan ook kernpunten in. Dus als je daar genoegen mee neemt, dan kan je, en je wil meer weten, kan je dieper erin. Maar daarin staat heel duidelijk, wat zegt de wetenschap nu eigenlijk op dit moment over de voor's en tegens van de e-sigaret? Zodat je daar zelf ook je mening over kunt vormen. En kijk, het is voor beleidsmakers, voor VWS tegenwoordig ook steeds belangrijker dat zij zich baseren bij het maken van beleid op de wetenschappelijke stand van zaken. En dat dus die factsheets zijn niet voor een heel breed publiek bedoeld, maar echt voor professionals in de zorg? Die zijn bedoeld voor de wat hoger opgeleide. Dus we schrijven het altijd een beetje op NRC-niveau, zal ik maar zeggen. En beleidsmakers kunnen er baat bij hebben. Maar ook medewerkers in de zorg. En onze afdeling, waar ik het net al over had, publieksinformatie, die vertaalt dat dan weer naar simpelere taal en helderdere boodschappen die gewoon voor iedereen, voor het algemeen publiek, goed begrijpelijk zijn. Ja. Ik zei al, de zorg heeft te maken met specialisten, verpleegkundigen, artsbezoekers, huisartsen, patiënten, cliënten, heel veel. Jullie hebben allerlei animaties gemaakt en ik wil graag met jou even naar de animatie kijken die over de ziekenhuizen gaat. Dan zie je ook hoe veelomvattend het is. En voor u, de animatie heeft geen geluid, dus af en toe stel ik een vraag. Ja, dit is een wachtkamerfilm, daarom heeft hij ook geen geluid. Dus die wordt gedraaid in een heleboel wachtkamers. En dit is dan de versie die inderdaad geldt voor de ziekenhuizen. Dus vandaar dat er ook mensen zijn met witte jas. Maar er is ook een versie voor de GGZ. En dat is net een beetje anders. Want kijk, hier komt bijvoorbeeld naar voren, als u niet rookt, genezen de wonden sneller. Dat is voor de GGZ weer niet. En dat moeten dan eigenlijk de arts en de verpleegkundige bijvoorbeeld tegen de patiënt zeggen? Dat kan, maar de patiënt heeft het nu ook al gezien in de wachtkamer. Als hij zit te wachten, dan heeft hij dit filmpje op de achtergrond. Er zitten tegenwoordig in wachtkamers allemaal monitors. En daar wordt informatie op verstrekt. En dit is een van de filmpjes die daar dan getoond kunnen worden. Dus in principe is dit eigenlijk bedoeld als ondersteuning voor het hele beleid om het ziekenhuis rookvrij te maken. Want daar gaat het echt wel heel erg. Reageren patiënten hierop als ze in de wachtkamer zitten? Ja, ze zijn er heel positief over. Ze zeggen, we denken altijd dat patiënten niet willen dat ze het met ze hebben over roken. Maar eigenlijk zeggen ze, ja natuurlijk, het is ook een taak van dokters om het hier juist over te hebben. En artsen zijn eigenlijk nog steeds heel terughoudend daarin. En helaas is er net weer een publicatie verschenen van Eline Meijer uit het LUMC. Die heeft ook laten zien dat 75% ongeveer van de specialisten het lastig vindt om over dit onderwerp te spreken. Ja, maar die houden van behandelen, toch? Die houden van behandelen. Nou, en dat is precies, daar heb je nu de kern eigenlijk te pakken. Hè? Want heel veel behandelingen, of van heel veel ziektes, is de beste behandeling stoppen met roken. En Marit van de Veen, cardioloog, die ook heel actief betrokken is tegenwoordig bij het stoppen met roken en de tabaksontmoediging, die zegt, het is eigenlijk de olifant in de spreekkamer. We weten allemaal dat het er is. Het is een gigantisch probleem en niemand durft erover te spreken. Dus als ik jou goed beluister, durft de professional niet de vraag te stellen, die vraag zag ik net in de animatie, rookt u? Juist. Ja, en dat is natuurlijk een heel groot probleem. Want we hebben in Nederland elk half uur een dode door roken. Als je iets wil doen voor Nederlanders om ze gezonder te maken, dan is het wel te spreken over stoppen met roken. Want we hebben het net over gehad. Het is een verslaving. Het gaat niet vanzelf over. Dus je moet daar echt actief op ingrijpen. En daar is de zorg voor. En je verwaarloost eigenlijk je patiënten als je weet dat iemand rookt en je spreekt daar niet over. Maar laat een professional zich daarop aanspreken.
Nou, ik denk dat dat wel steeds meer de goede kant op gaat. Ik zie ook dat er met alle bewegingen die nu gaande is, de rookvrije generatie is een beweging die door heel veel maatschappelijke partijen wordt ondersteund. De NS die nu rookvrij wordt, de speeltuinen die rookvrij worden, de kinderdagverblijven die rookvrij worden. Er zijn zoveel partijen op het ogenblik die werken aan het rookvrij worden, dat uiteindelijk de zorg ook meegaat en het ook bespreekbaar maakt. En dat zie je ook steeds meer. Ze moeten nog wel geholpen worden. Hè? Het is lastig om mee te beginnen. Ik denk, dat leer je toch mensen dan nu in de opleidingen? Nou, in de opleiding nog niet. Er zijn ook heel veel mensen. Het curriculum moet snel aangepast worden. We maken ook nu aan de lopende band e-learnings over hoe start je het gesprek. We hebben ook hele kleine zakkaartjes. Die zijn ook bij de rookvrijezorg.com. Dat is de website die we hebben gemaakt. Kan je die downloaden? Kan je ze zelf printen? Je kunt ook bij ons vragen om een aantal op te sturen. Maar daarin staat. Wat staat er bijvoorbeeld op zo'n kaartje? Nou, daar staat hier. Dit is een kaartje van het Very Brief Advice. En daar staat het. Dat is het hele korte stopadvies. Dat is waarom 30... in Engels? Ja, dat hebben we nog niet vertaald. De vragen op de achterkant staan in het Nederlands. Okay. En dat zijn eigenlijk drie vragen. En die gaan erover, hoe start je het gesprek? Nou, je vraagt eigenlijk aan iemand, rookt u? Dan zeg je van, nou, dan gaan we over tot actie. Want dan is het belangrijk dat we... Maar gaat de patiënt dan meteen niet denken van, waar bemoei je je mee? Nou, het Very Brief Advice, daarvan is bewezen dat het werkt. We weten alleen dat het veel te weinig wordt gegeven. We weten ook, dat is wetenschappelijk bewezen, dat als iemand in een witte jas het geeft, of een dokter, het hoeft niet per se in een witte jas, maar als een dokter het geeft, dan is dat geeft dat een hoger percentage van mensen dat een stoppoging gaat doen en ook uiteindelijk slaagt, dan als je het niet geeft. Maar wat dus staan zelfs, er, wat noemen ze een vraag? Die nou, dat zijn drie vragen. Ja? De eerste vraag, ik heb geen leesbril op, dus ik moet even van ja, afstand. Ik heb hier eentje liggen. Ik heb mijn hoofd ook. Maar de eerste vraag is dus, rookt u? En dan is de tweede vraag, zou u willen stoppen met roken? Ik geef u het advies om te stoppen met roken. En de derde vraag is dan, is eigenlijk niet de vraag, maar is meer actie, dat je iemand verwijst naar wat de beste plek is. En vaak is het dan zo, want dit is een very brief advice, dat kan in 20 tot 30 seconden, dus daarom is het ook very brief, dat je verwijst naar iemand die het wat uitgebreider gaat uitvragen. En het dan meer volgens de motiverende gespreksvoering techniek, dus dat je iemand ook echt veel, veel beter begeleidt. En dus, dat gaat meer via andere methodes, dan vraag je, zou ik eens met u mogen praten over stoppen met roken? En wat zijn voor u de voordelen? Wat zouden voor u voordelen zijn om te stoppen met roken? Zullen we daar eens verder over spreken? En dan kan je eigenlijk ook uitvragen wat iemand in het verleden al heeft gedaan. En maar Esther, als ik bij de gynaecoloog kom bijvoorbeeld, zou de gynaecoloog dan geneigd zijn om met mij vragen te stellen over roken? Nou, ik denk dat iedere gynaecoloog dat zeker zou moeten doen. Het begint al bij dat roken slecht is voor de vruchtbaarheid. Dus alle mensen die voor vruchtbaarheidsbehandeling bij de gynaecoloog komen, daar zou de gynaecoloog eigenlijk als een van de eerste issues moeten aankaarten of roken niet de reden is dat iemand minder vruchtbaar, dat een stel minder vruchtbaar is. En als het gaat om bijvoorbeeld een MDL, een maag-darm-leverarts. Ja, eigenlijk kan je voor elk specialisme in het ziekenhuis kan je wel een ziekte bedenken die samenhangt met roken. COPD is denk ik een echt heel, goed, heel voorbeeld goed voorbeeld om te natuurlijk. Noemen. Ja. Daarvan weten we natuurlijk dat het komt door roken. Maar er is maar één behandeling die de COPD-progressie stopt. En dat is namelijk stoppen met roken. Dus je kunt pillen voorschrijven wat je wil. Je kunt fysiotherapie voorschrijven wat je wil. Maar het enige wat echt werkt... Pak dat kaartje ook uit je behandelingskit, zeg maar. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik ga even met jou naar mijn scherm hiervoor. Annemiek die heeft die animatie goed bekeken. En die zegt, ik zag in de animatie een patiënt met een nicotinepleister. De boodschap is dat wonden en botten beter genezen als mensen niet roken. En dat ook medicijnen dan beter werken. Hoe zit dat dan met die nicotinepleister, vraagt ze zich af. Ja. Nou, dat is de schade van het roken, dat zit met name in de teer. En niet zozeer in de nicotine. De nicotine zorgt voor de verslaving. Maar mensen die in een ziekenhuis komen en acuut worden opgenomen en een verslaafde roker zijn. En in een rookvrij ziekenhuis mag je natuurlijk niet roken. Dus die mensen kunnen we niet cold turkey laten afkicken als ze een operatie ondergaan bijvoorbeeld. Ja. Dus om die periode te overbruggen krijgen ze in het ziekenhuis een nicotinepleister. Dat is eigenlijk de reden om de ziekenhuisopname te overbruggen, zodat je daarna rustig kunt werken aan het stoppen met roken. Ja, ja, want Katrijn die had ook een vraag. Hoe verloopt dan het contact met die patiënten die roken in de zorg? Ik kan me inbeelden dat het niet gemakkelijk is om bij opname onmiddellijk te stoppen met roken. Nee. Dus net wat jij ook zegt, dan moet je ze eventjes op een bepaalde manier helpen. Bijvoorbeeld vlak voor een
een opname. Ja, en daar wil ik wel even iets bij zeggen. Want met name de opnames die gepland zijn, hè, dus waarvan je van tevoren weet, die gaat over 4-5 weken plaatsvinden. Daarvan is het juist zo belangrijk dat mensen wel alvast gaan proberen te stoppen met roken. Want daar is dat filmpje inderdaad heel helder over. Wonden genezen beter. En dat zijn ook chirurgische wonden. Botten genezen beter. Dus iedereen die geopereerd gaat worden voor een wat we noemen electieve operatie. Dus waarvan je van tevoren... Ja, planbare operatie. Planbare operatie. Het zou fantastisch zijn als die van tevoren zijn gestopt met roken. En daar moeten we naartoe. Ja. Anneke wil nu iets aan jou vragen. Ja, ik heb een vraag. Wat maakt waarom het zo moeilijk is voor artsen om die vraag te stellen? Want we vragen het dus wel dan aan halfconducteurs op een perron om aan iemand te vragen, goh, zou je hier niet willen roken? Het is echt wel... Wat zit daarachter? Ja. Ja, daar zitten toch nog wel wat misvattingen achter. Daar zit onder andere het gevoel achter dat het roken een vrije keus is. Nou, we zijn het er eigenlijk wel over eens dat roken geen vrije keus is. Je wordt daar in je jeugd, word je daartoe verleid door je vrienden en je sociale omgeving. En voordat je het weet, hè, ben je verslaafd als je jong begint. Dus het is een vrije keus, is het niet. Maar dat idee heerst nog wel steeds. En artsen vinden eigenlijk, ja, zo'n vrije keus, daar moet je je niet mee bemoeien. Dat is wat iemand zelf doet. En dat is een misvatting die we dus in dat artikel van Eline Meijer, dat dan afgelopen week openbaar werd, onder Nederlandse specialisten en huisartsen is dat onderzocht. Wat dus nog bij heel veel mensen leeft. En daar moeten we echt van af, van die misvatting. Ja. Ja, want als je kijkt naar de professionals in de zorg, hè, weet je ongeveer hoeveel mensen in de zorg zelf verslaafd zijn aan roken? Hebben jullie het al onderzocht? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat wisselt enorm. En als we kijken naar professionals in de zorg, dan hebben we natuurlijk over artsen en over verpleegkundigen. Maar we hebben ook over een heel groot deel, en dat is in de ziekenhuizen eigenlijk ook een grote groep die rookt. De mensen uit de ondersteunende diensten, hè, de facilitaire diensten, de mensen uit de keuken. En juist ook daarvan zie je dat er heel veel wordt, de schoonmaak, dat daar ook heel erg veel wordt gerookt. En verder wisselt het nogal van trajecten. Kun je percentages noemen? Nee, dat kan eigenlijk niet, omdat dat zulke grote verschillen heeft. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de GGZ, dat is een eigen aparte groep, daar wordt heel erg veel gerookt. En daar heb je zelfs nog onderdelen waar ze het hebben over het therapeutisch sigaretje, dat de behandelaar en de patiënt even samen ergens tot rust gaan komen op een bankje, sigaretje erbij. En maar dat zeggen ze ook wel eens over de patiënt, hè? Gun die man of vrouw nou zo'n rokertje. Ja, ja, nou ja, dat is eigenlijk natuurlijk dat is gewoon een kul argument, eigenlijk, om het maar simpel te zeggen. Want we kunnen in de zorg natuurlijk veel meer bieden. Roken is een enorme verslaving. Dat is iets niet. Je gaat er aan dood. We hebben in de zorg allerlei mogelijkheden om mensen te redden. Dus laten we vooral ook beginnen met een van de meest voor de hand liggende manieren om mensen een gezond leven te geven. En dat is helpen bij het stoppen met roken. Katrijn die had trouwens nog een vraag. Die zegt, is het rookstopaanbod binnen de zorg volledig uitgewerkt? Als het rook vrijgemaakt wordt, moet het rookstopaanbod er toch ook zijn? Ja, nou, dat is nog onvoldoende overal beschikbaar. Dat klopt. Ja. Dus waar we nu mee bezig zijn, dat is vanuit de Trimbos een ander project. Aan het kijken of we nu in 10 pilotregio's, proefregio's, kunnen zorgen dat de organisatie van de stoppen met rokenzorg in die regio van laagdrempelig tot zwaar intensieve zorg goed geregeld is. Dus de laagdrempelige, dat is eigenlijk dat je een paar keer bij de huisarts komt of bij de praktijkondersteuner. En de zeer intensieve zorg, die is dan in de verslavingszorg. En eigenlijk moet iedereen in een soort van zorgpadconstructie weten welke zorg waar op welk moment geleverd kan worden. En iedereen moet elkaar dan weten te vinden in de zorg. Ja. Maar als ik kijk naar het verhaal van Anneke, die heel duidelijk zegt, je moet het ook aanbieden aan je personeel. Hoeveel van jullie partners die jullie bestoken, zijn al bezig met ook hun personeel te bestoken? Ja. Met van, nou, kijk, dit is er allemaal. Ja, of, doe er wat mee. Ja. Zeg maar de alliantie rookvrije mede ondertekenen. Ja, nou, laten we beginnen over dat project rookvrije zorg. Daar zitten nu 4 grote koepels. Koepelorganisaties zijn daar nu direct bij aangesloten. Dat is de koepel van de UMC's, dus de NFU, de NVZ van de ziekenhuizen, GGZ Nederland, dus dat zijn de GGZ-instellingen en Verslavingskunde Nederland. En, zijn er zijn veel meer koepels nog, hè? Er zijn nog veel meer koepels. We zijn nu gesprekken gaande met Actis van de ouderen, met de jeugdgezondheidszorg, met de gehandicaptenzorg. Er komen steeds meer koepels bij. Maar deze eerste 4 koepels die zijn nu bezig met het uitvinden van het wiel.
En ze hebben heel veel best practices al ontwikkeld. En die staan op een website. En die website heet rookvrijezorg.com. Daar komt mijn andere kaartje tevoorschijn. Dus rookvrijezorg.com. Daar staan in 8 pijlers die allemaal belangrijk zijn in het rookvrij maken van de zorg. Waar je aan moet denken. Er staan ontzettend veel best practices. En ik zou daar zeker een kijkje op nemen. Als je overweegt om de zorginstelling rookvrij te maken. Want je hoeft niet alles zelf te bedenken. Want er is al heel veel bedacht. Ja, want een van mijn vragenstellers, die zie ik nu niet meer. Maar dat heb ik onthouden. Die zei ook, het lijkt nu alsof ieder ziekenhuis het wiel zelf moet uitvinden. Maar ja, dat is dus niet nodig. Dan ga je naar rookvrijezorg.com. En dan zie je heel veel voorbeelden. En van de ziekenhuizen is nu 50% al eigenlijk in een stadium dat ze hebben gezegd, wij zijn rookvrij of wij worden rookvrij. En dat is meer dan de helft van de ziekenhuizen die er zijn. En de UMC's, de universitaire ziekenhuizen, zijn allemaal rookvrij. Ja, ja, dat weet ik maar al te goed. En Rita vraagt, en dat kan je waarschijnlijk dan ook op die website vinden, zijn die filmpjes voor in het ziekenhuis verkrijgbaar ergens? Ja. Ik zag dat jij dingen ook kan downloaden bij jullie. Ja, ja, nee, dit soort filmpjes kan je downloaden. Deze filmpjes staan dan in de pijler communicatie. En dan bij de W van best practice van wachtkamerfilmpje. En daar staat een downloadbare versie. En er staat ook een versie die je meteen kunt afspelen. Maar zo kan je het dus afspelen in je eigen ziekenhuis. Wordt er al veel gebruik van gemaakt? Ja, daar wordt veel gebruik van gemaakt. Er wordt zoveel gebruik van gemaakt. Dat, en dat vind ik ontzettend leuk om te horen, want het valt dus goed dat er nu ook ziekenhuizen zijn die vragen van, zou je er niet een verkorte versie van kunnen maken? Want dan kunnen we het ook op social media posten. Want we willen ook als ziekenhuis dat het via de social media kanalen uitgedragen wordt. Ja. Ja. Noem nog eens een filmpje waar jij, of een animatie waarvan jij zegt, ja, dat is ook zo'n goede geweest. Daar hebben wij ook veel respons op gekregen. Nou, dat is eigenlijk wel een leuke die goed aanslaat bij de NS. Het UMC Groningen heeft een heel mooi filmpje gemaakt over hoe spreek je nou mensen eigenlijk aan. Want in de ziekenhuizen geldt natuurlijk ook, hè, dat je mensen hebt die bewaken het terrein. En dat zijn dus ook de mensen die vaak toch ergens rokers tegenkomen. En die mensen zijn natuurlijk zenuwachtig. Die moeten naar de arts of ze hebben net een slecht nieuwsgesprek gehad. Heel veel redenen waarom het heel begrijpelijk is dat mensen die echt verslaafd zijn het lastig vinden om niet te roken. Maar dat filmpje laat heel vriendelijk zien hoe je op een ontzettend aardige toon begrip kunt tonen dat iemand nu wel rookt, maar dat je hem vriendelijk verzoekt om dat niet binnen dit terrein te doen, maar op een andere plek. En dat werkt erg goed. En het zijn een paar zinnetjes die je even tot je moet nemen. En het is even een houding die je tot je moet nemen. Noem eens een voorbeeld van zo'n zinnetje. Ja, ik begrijp dat u het nu echt, dat u echt even nodig heeft om dit sigaretje te roken. Maar we proberen dit terrein rookvrij te houden. Ik zou u heel vriendelijk willen vragen om even, nou ja, dan wijs je ergens anders heen waar dat dan wel kan. En bijvoorbeeld iets heel leuks. Ik weet toevallig dat jij iets hebt met het Radboud UMC. Maar het Radboud UMC had dan, die zijn een van de voorlopers die ook rookvrij zijn geworden. Die hadden dan op de aangewezen plek hadden ze een bordje gehangen van, het ontzettend fijn dat u aan onze oproep gehoor hebt gegeven en hier bent komen staan om te roken. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat ook die rookplekken verdwijnen. En dan is het uiteindelijk ook de bedoeling dat het ook niet aan de buitenranden van het ziekenhuisterrein uitwaait. En dat daar alle peukenafval komt. Hè. Zo zijn we het gesprek begonnen. Ja. Maar daar is het ook trouwens met vallen en opstaan gegaan. Hoor. Even een voorbeeld. Ik kan me nog herinneren dat bij ons in de hoofdingang, als je daar binnenkwam, dacht je, oh mijn god, wat een rook en een damp en weet ik veel wat allemaal. Omdat die rookplek echt pal naast de ingang was. En ook heel veel mensen dachten, nou ja, als ik dan eventjes nog dichter bij de ingang sta, kan ik ook weer snel naar binnen. En toen dachten we, dat werkt niet zo, dus dat moet je anders organiseren. Maar we zijn nog niet eens een jaar later, denk ik. En hoe ervaar je dat dan? Ja, nee, nu, ik zeg even, stinkt het niet meer naar rook bij de hoofdingang. Ja, het gaat snel eigenlijk, hè? Ja, dat gaat heel zo snel. Waanzinnig snel. Want Bart die zegt ook, is te zeggen hoeveel zorginstellingen rookvrij zijn. Nou, voor de ziekenhuizen zei je net 50% doet mee. Ja. Dat vind ik nog wel weinig. Ja. Dat is ook zo. Dat we willen ook heel graag. De ziekenhuizen hebben afgesproken dat ze in 2025 allemaal rookvrij zijn. Er zijn hele strenge criteria om te zeggen wanneer je echt helemaal rookvrij bent. En we zijn nog een beetje onderling in discussie over wat we nou vinden. Dat wanneer iemand er voldoende aan voldoet om te zeggen, ja, nu zijn we echt rookvrij. Want wat we zien, het is natuurlijk niet, van de een op de andere dag ben je niet rookvrij. Van de een op de andere dag kan je wel maatregelen nemen. Maar het draagvlak moet groeien. En mensen krijgen er ook steeds meer begrip voor. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Je moet dat ook niet streng gaan handhaven. Niet met het wijzende vingertje. Maar
het draagvlak komt. Overtuigingskracht. Eraan. Overtuigingskracht, ja. Ja. En het lijkt me dat in de GGZ het ook nog wel een hell of a job, om het zo maar uit te drukken, is. Want ik zie wel eens dat daar juist wat meer gerookt wordt, ja, dan elders. Ja, en dat is heel schrijnend. Want als je kijkt, ja, bijvoorbeeld naar schizofreniepatiënten, die leven 10 jaar korter. Onder andere vanwege het enorm hoge percentage dat daar rookt. En dan ook nog niet. En ook nog heel veel, hè, in de schizofreniepatiënten. Het is helemaal geen uitzondering als die 2 of 3 pakjes per dag roken. Dus dat is echt schrikbarend. Ja. Dus daar is nog een grote winst te halen. En we zijn er nog lang niet. En waar we dan tegenaan lopen, met name ook in de GGZ. Maar dat is ook bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg. Is dat er nog heel veel wordt gerookt door mensen in een soort van thuissituatie. En daar wil je natuurlijk, want rookvrije zorg betekent niet alleen dat de patiënten niet roken. Maar het is ook dat de werknemer in een gezonde omgeving kan werken. En als je, ja, als je hebt thuisbezoek moet. Ja, ja, dat is echt nog een heel lastig. Hoe we dat, ja, hoe ga je dat bespreken? Hoe je dat aanspreekt. Achter de voordeur willen we graag geen bemoeienis. Nee, en dat is ook een grondwet. Dat daar de overheid niet kan verplichten dat je er niet mag roken. Dus dat moet met goede afspraken. En hoe we dat precies gaan regelen. Dus als daar goede tips voor zijn, dames en heren. Dan houden we ons heel erg aanbevolen. Hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld ook een wijkverpleegkundige. Of een thuiswerkster of thuiswerker. In een omgeving komt die ook rookvrij is. Ik heb nog een paar vragen voor jou. En als jij nog een vraag wil stellen, Anneke, stel hem. Erna die vraagt: artsen hebben soms te weinig kennis en weten niet goed door te verwijzen. Helaas zijn er in een ziekenhuis vaak te weinig rookstoppolies. Ja. Helpt dat? Nou ja, rookstoppolie helpt zeker. En ik ben het ook helemaal met haar eens dat er nog ontzettend veel winst te behalen is. Daar spelen allerlei belemmeringen. En een daarvan is financieringsproblemen. VWS is nu bezig om samen met de NZA, Zorginstituut Nederland en de zorgverzekeraars te kijken of we dat niet beter kunnen regelen. Dus daar wordt aan gewerkt. Het is ook onderdeel van de zorgpaden die we gaan ontwikkelen dat er een rookstoppolie moet komen. En ik weet ook dat met name de NVALT, dus de Vereniging van Longartsen en de Vereniging van de Cardiologen, de NVCC of NVVC, heel hard hun best doen om het aantal rookstoppolies weer hoger te krijgen. En ook te zorgen, en dat is denk ik ook wel heel belangrijk, wat zij het liefste willen, is dat in elk ziekenhuis een ambassadeur komt die zich hard maakt voor een goede rookstopzorg in de regio van het ziekenhuis. Een influencer, zoals dat tegenwoordig mooi heet. Een influencer, maar dan een specialist. Ja. Even over die professionals en wat jullie ook hebben gemerkt om ze van het roken af te krijgen. Ik heb ook een poll voor u, dames en heren. Wat zou u ervan vinden als in een arbeidsovereenkomst staat dat roken op het werk niet is toegestaan? Hè? Want als je daar je handtekening onder zet, dan zou je eigenlijk verplicht zijn om dat niet meer te doen. Dus laat alsjeblieft een eens of een oneens weten. En ik ga jullie alvast vragen, wat zou jij invullen, eens of oneens? Ik zou invullen oneens. Nou, behalve als, kijk, als het wettelijk geldt voor iedereen in Nederland, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat als bedrijf zelf in een arbeidscontract gaat zetten. Nee, dat vind je te betuttelend? Of ja, wat vind je? Ja, dat vind ik te betuttelend, ja. Ja. Oké. Okay. En jij, Esther, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk zou jij kiezen? Ik zou natuurlijk kiezen eens. Ik zou niet willen dat. En ik denk dat dat ook in de zorg steeds vaker gaat gebeuren. Ik weet dat het ook al op steeds meer plekken ook al standaard is. Ik denk ook dat het kan. Hè. Je zegt niet dat iemand niet mag roken, maar je zegt dat iemand op zijn werk niet mag roken. Dus als hij in zijn thuissituatie of in de pauzes wel wil roken, dan is dat altijd nog vrij toegestaan. Je zou er ook echt in de instellingen, bijvoorbeeld of in het bedrijf, aan moeten toevoegen. Ja, dat stond ook in de vraag toch op het werk. Hè? Dus ik denk dat ik dat heel makkelijk met eens zou kunnen beantwoorden. En ik denk ook dat je als werkgever ook heel graag wilt dat de werknemers die je hebt ook zo gezond mogelijk kunnen werken. En dat is natuurlijk niet alleen de werknemer zelf, maar dat is ook de collega's van de werknemer. En die moeten ook gezond kunnen werken. Dus Anneke, zou je nu switchen, nu je dit hoort? Nee, ik zou niet switchen, omdat het namelijk ook niet past bij de manier die wij voorstaan. Want wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat onze mensen stoppen met roken. En als je nu dit voor elkaar wil krijgen, dan gaan we met z'n allen eindeloos hierover praten.
Terwijl we moeten die energie gewoon besteden om mensen te helpen en om het op een andere manier te doen. Dus jij bent het echt tegen gebod, hè? Dat is wel heel duidelijk in jouw credo's. Ja, weet je, ik zou ik denk van... ga je zelf maar na, weet je. Als je dat eenmaal moet tekenen, dan ga je er veel meer over nadenken. Dan kijk naar alle coronamaatregelen. Gewoon de huizen hebben we al moeite om die te handhaven. Er wordt hier niet gerookt. Dus het is iets waar ik veel meer in geloof, ja. 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 Ik heb de uitslag nog niet. Ik ben even benieuwd wanneer ik die te zien krijg. Ik zal eens even kijken of iemand in mijn oortje iets gaat zeggen, Jeroen. Hij hoort het staan, maar hij staat niet op mijn scherm. Kunnen wij hem op een of andere manier zien? Of 86% is eens. De andere percentage, 14, is het dus daarmee oneens. Nou, je hebt een goed pleidooi gehouden. Mag ik hem anders framen? Ja, tuurlijk. Zouden al deze mensen die nu eens hebben gezegd zelf dan morgen een arbeidscontract ondertekenen waar ze dit gaan beloven? Ik weet niet of ze dat nog een keer eens of oneens kunnen invullen, maar dat is een goede doordenker. Ja, dat is een hele goede doordenker. Ik denk dat we een geselecteerd publiek hebben, dat natuurlijk wel meespeelt. Maar ik denk dat, nogmaals om te zeggen waarom ik denk dat eens goed is, je ondersteunt ook iedereen met het idee roken, dat is echt niet meer van deze tijd. Ja. Dat is van vroeger. Ja. En ik wil graag... Dat is een hele mooie afsluiting van dit gesprek, dames. En zie je ook het mooie filmpje van de NS, hè? Want dat soort beelden waren we al bijna vergeten. Ja, die asbakken. Ik zie het nog voor me. Ja. Ja. Ik ga Anneke de Vries van de NS en Esther Kroes van het Trimpels Instituut heel hartelijk danken voor jullie inspiratie. En trouwens ook volharding om Nederland rookvrij te krijgen.